Oud! Wat een begin. Tom Kop. Auw. Mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik een video over mijn huis. Zoals jullie weten heb ik een tijdje huisvlogs gemaakt met daarin afgesloten van mijn huis ziet er nu zo uit. Sindsdien zijn er wel een aantal dingen veranderd, een aantal andere dingen en de allerspannende vraag. Hoe zit het met mijn dakterras? Voor de mensen die zich heel goed kunnen herinneren, kunnen zich herinneren dat ik een dakterras wilde ooit. Wat heel veel gezeik was, omdat de gemeente zei prima, de buren zeiden niet prima. Het is een beetje een zooi. Dat komt omdat ik, nou ja, er is hier wel eens iemand. Mijn vriendin namelijk. En die kennen jullie vast en ja, die heeft nogal veel kleren. Ja, ja, ja. Dus ik ben uiteraard heel opgeruimd. Maar zij heeft heel veel kleren, dus daarom is het hier misschien niet helemaal netjes. Nou, valt deze kamer nog wel mee. Maar als ik jullie straks een andere kamer laat zien, dat is echt te bizar voor woorden. Ik heb een bed. In de vorige video, mensen, weet ik nog, want ik heb dat net gecheckt, had ik een oud bed. Kijk mijn nieuwe bed aan. Het is toch f***ing mooi. Oh, I love my new bed. Gaan we weer door. De badkamer hier is er letterlijk niks veranderd. Het is alleen iets groter dan zo. Dit blijft heel vet, vind ik. Dat je die bar daar hebt. Zo. Ja, nice, 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 nice. Hier zijn de veranderingen niet echt gekomen. Ik heb dit kastje, dat had ik eerst ook nog niet. Dit is echt een kastje. Die gaat ook niet meer dicht en zo. Echt een poepding. Plus, ik heb hier een tv staan. Ik ben ergens achtergekomen. Ik ben ergens achtergekomen. En mensen, het is belangrijk dat jullie hier ook aan denken als jullie ooit zelf gaan wonen ergens. Op het moment dat je alleen woont, dan heb je geen tv op je kamer nodig. Toen ik in Rome woonde met de gasten, was het fucking chill om een tv op mijn kamer te hebben. Want als je dan een tv op je kamer hebt, ja, kijk, dan kan je lekker daar tv kijken. In plaats van dat iedereen naar binnen loopt, is beneden tv loopt te kijken. Dat is natuurlijk irritant. Maar hier, waarom zou ik ooit in mijn bed tv kijken? Ik heb boven een mega tv hangen. Er is geen enkele reden om hier beneden tv te kijken. Echt 0,0. 0,0 reden. Dus ja, ik wil hier een kast. Kan jij nou houten kasten maken? Ik wil hier gewoon zo'n kast. Van 1,30 meter breed en dan helemaal in de lucht. Met allemaal vakjes waar ik kleding kan stoppen. Want echt, ik heb nu echt ruimte tekort en het is killing me, jou. Lopen we naar de gang. Ik heb nu een spiegel hier. Yeah! Je ziet mij, Piet. Weet je wat ik dus wil? Ik wil hierboven, want we krijgen binnenkort onze gouden plaat als het goed is. Van een stapel gek en je blik. Die zijn allebei goud gaan. Je blik is altijd bij de platinum, dat is helemaal fucking vet. Die wil ik daarboven hangen. Dat je hier binnenkomt en dan de spiegel hebben en zo duk, duk, duk. Dat je dan de platen daar hebt. Lijkt jullie een goed idee? Mij absoluut wel. Oké, dan ga ik jullie nu even één grote ravage laten zien. Oh mijn god. Look at that, dat is gedoe. Deze kast zit dus helemaal vol. Vandaar dat ik daar ook nog een kast nodig heb. Want ja, zolang ik hier geen kast heb, dan ja, heb ik eigenlijk een groot probleem. En hier wil ik dus ook een kast. En dan hoor ik jullie nu al zeggen, dan zet je die kast toch daar neer. Nee, dat is een kast. Ik zeg net, hij is stuk. Daarom zou ik alleen godsnaam daar de kast in zetten. Hier, mijn setup. Hier zit ik altijd op te nemen, dat weten jullie inmiddels. Ik heb trouwens nu ook, hier neem ik het altijd mijn sponsorjes op. En dat komt nou toevallig vandaag echt akelig goed uit. Ik kan mijn camera even neerzetten. De sponsor van vandaag is Huntreal. Kijk eens aan, ik open de app hier. Ja, ja, ja. Ingeval was Koen. Dat was vroeger mijn gamecenter, dat is schitterend. In Hunt Royale heb je allemaal verschillende jagers waarmee je kan spelen. Ik vind hier de Skull Reaper vet of Huntalisk. Doodeng ding trouwens. Maar als aanval kan je wel vuur spugen, zie wil ik. Kijk eens aan, jongen. Het is een soort. Dolfijn. Een schorpioen eerder, hè? En je hebt ook permanente vaardigheden die je kan toevoegen aan je jager. Ik heb de eerste nu vrijgespeeld. Je kan nu gaan voor regenerate, dat je zeg maar sneller healt. Of voor HP omhoog. Ik ga zo HP omhoog, dat is veel handiger. Waarom zou je in godsnaam die andere willen? Verhoogt de HP van jagers met 50. En die andere was, geeft HP regenerate die elke 2 seconden van 2%. Nou, daar heb je niks aan. HP omhoog, die willen we. Ik ga de game mode kerker spelen. Dit is wel vrij lastig. Bij je kerker game mode moet je dus eigenlijk eerst jezelf soort van opladen, zodat je tegen de eindbaas kan spelen. Ik heb gehoord dat dit f***ing moeilijk is, maar... Maar goed, we gaan het gewoon proberen, weet je. Boeien. Oké, je moet dus die beesten killen. Dan daarna kan je tegen de eindbaas. En dan win je en dan is het Kasi. Moet die andere ook achter me, Koen. Achter je. Easy, 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 easy. Oh, ik ben zo shaak, jongen. Ik ben zo dood. Ik ben zo dood. Dit is zo moeilijk. Oh, dat is een draak. Vriend, help mij. Deze win ik wel. Oh, ik heb niet veel levens meer. Oeh, ik ga dood. Ik ben dood. Oh, shit. Maar hij wint hem. Ja! Ik had het f***ing. Die gast heeft gewonnen. Ciao naar hem, hou. Je hebt ook clans waarmee je samen met je vrienden kan spelen. Ik ga een clan creëren. Clannaam. De Huts Clan. Clanbeschrijving voor veel huts. Mensen, join mijn clan uit, hè. Mensen, ik loop nu rond in mijn clan. Waarom is hier nog niemand? Waar blijven jullie? Hier kan je dus chillen met z'n allen. En kan je dus zeggen van, oké, nu gaan we jagen. Ook chatten, weet je. Een soort habbo. En dan kan je met je clan bijvoorbeeld dus gaan baas jagen. Dan ga je meteen tegen een bos. Dus hoef je niet eerst een soort van op te laden en jezelf goed te maken. Ik had net een enorm goede medespeler. Dus dat was chill. A few moments later. Ik ben in één keer dood. Prima. En je hebt ook gewoon PvP-modus. Dan kan je dus tegen iemand anders. Dat is ook wel lachen. Dan speel je dus tegen andere mensen. Dat is wel gewoon geinig. Leuk. Oké. Nou, tot nu toe was het even niet zo leuk. Ik ben eigenlijk meteen gedood. Uiteraard heb je ook leaderboards. In Nederland bijvoorbeeld staat de eerste heeft 35.000. 35.000 trofeetjes. Ik kan me niet voorstellen dat iemand binnen een week het lukt om dat te halen. Maar mocht het jou dan lukken binnen een week 35.000 trofeetjes, ben ik erg trots op je. Ik denk dat jullie het een leuk spel vinden. Vind je het leuk? Download het dan in de beschrijving. En dan heb ik een bonus voor jullie. Want als je via de link in de beschrijving download, dan krijg je een speciale hero. Namelijk Zeus. Dat is een van de beste. Dus dan heb je gelijk een van de beste heroes. Dat is fucking chill. 250 goud, 30 gems en 200 token boost. Dan heb je in ieder geval een kleine kickstart ten opzichte van...
je noobvrienden die niet via de link in de beschrijving downloaden. En als je Season Pass wil kopen, krijg je 5% korting als je via de link downloadt. Dus dan weet je dat. Ja, dat scheelt gewoon geld. Link in de beschrijving. En download het spel. Zo, nou, zoals ik zei mensen, dat kwam eigenlijk goed uit. Ik wil trouwens, voordat we naar boven gaan, daar zijn denk ik de meeste veranderingen van nu toe, wil ik het met jullie ergens over hebben. Zoals jullie weten, heb ik laatst een video gemaakt over die auto, die vrouw tegen mijn auto was gereden en weigerde te betalen. Toen zei van, ik wil 250 euro betalen, terwijl het me 1200 euro gekost had. Dat dus. Ze heeft uiteindelijk haar kenteken gestuurd. Ik heb het doorgegeven aan de verzekering en de verzekering is er nu mee bezig. Dat is wel heel erg chill. Ik zeg je eerlijk, daar ben ik blij mee. Dus hopelijk, echt fingers crossed mensen, krijg ik mijn geld terug. Ik heb wat reacties onder die video, ik pak hem er even bij. Trouwens, de eerste comment hier. Oef Koen, dat is wel heel duur. Goeie smoes om in de volgende video een leuke sponsor te doen. Ja, kijk. Dankjewel. Er waren heel veel mensen die zeiden van... Jojo, dat schadeformulier moet invullen. Ja, dat weet ik, Erik. Ik had dat ook moeten doen. Ik weet het. Ik belde de verzekering. Ik belde dus de verzekering daarna nog een keer van... Yo, ik heb het kenteken. Kun je aan de slag? Vonden ze met... Heb je een schadeformulier? Zei, nee, die heb ik niet. Oh ja, dat is voortaan wel handig. Ja, dat weet ik, Erika. En er was ook een comment die zei van... Ja, had je nou maar een dashcam, dan had je kunnen zien wie het was. Gozer, er wordt achterop mij gereden. Wat de f*** heb ik aan de dashcam? De dashcam kijkt naar voren, hè. Ze reed achterop, dan zag je alleen maar... Donk. Dan zag je alleen maar dit zo. Donk. Voor de rest zag je niks. Nee, dat had helemaal geen zin gehad. In ieder geval, het wordt dus nu geregeld als het goed is. Daar ben ik wel echt vrolijk en blij mee. Want als het niet geregeld zou worden, dan zou ik wel ongelukkig zijn. Ik zeg je eerlijk. The next day. Kleine switch van kleding. Nou, ik heb eigenlijk alleen een ander shirt aangetrokken. Het is een dag later. Gisteren een festival. Leuk, man. En genoten. Maar daar kon ik even niet meer opnemen, want... Laten we ophouden dat ik niet nuchter was. Mensen in de woonkamer. Dit is wel even leuk. Het is hier even. Ik heb net lekker havermout gegeven. Kijk, ik heb een bank. Voor mij had ik nog niet die vorige video. En een play. Is dat even leuk? Ja. Die bank heeft echt f***ing lang geduurd. Het heeft echt zo lang geduurd. Maar op een gegeven moment was mijn banker. Ik blij. Kan ik eigenlijk zitten en voetbal kijken. Want eerst kon ik dus niet zitten en voetbal kijken. Want dan had ik een soort opblaasbare fatboy-achtig ding. Maar die was lekker. Helemaal gezeik. De keuken die is nu helemaal af. Het is een beetje klein, een beetje zooi. Maar op zich mee. Deze prachtige plant. Ja. Wow. De keuken had u de vorige keer ook al gezien. Die heb ik gemaakt samen met Keukenhuis. Shout out naar hun trouwens. We hebben heel de keuken ontworpen. Ik samen met Randy, super chille gast. En daarna is het ingebouwd en echt top gedaan. Ik ben echt fucking blij mee. Dit is trouwens geen marmer. Ik kreeg veel de vraag van Koen, is dat marmer je tafel? Of je keukenblad? Nee, want marmer is... volgens mij kan je daar geen hete ding op neerzetten. Zo. Wel heet, maar geen als je daar rood wijn op zet. Drink nooit warm. Ik zou rode wijn drinken. Dan krijg je kringen. En dit is... hoe heet het ook alweer? Dekton volgens mij. Nou, hier kan je alles mee doen, jongen. Je kan er hete dingen op zetten. Alle viezigheid vegen er zo vanaf. Ideaal. Dit kunstwerk kunnen we misschien herkennen van Kassel de Hut. Dat hing in de gang. Die komt daar te hangen. Daar. Dan weten jullie dat. En nu gaat het allemaal omdraaien, mensen. Spanning en sensatie. Jullie hebben de trap natuurlijk al gezien. Kijk. Gaat het elektrische dakraam even open? Oké, toch niet helemaal. Dat duurt niet lang trouwens, hè? Jongen, dit duurt zo lang. Zeg, ik heb dus ook een afstandsbediening hiervoor. In plaats van dit ding wat hier nu hangt. Au. Au. Maar je afstandsbediening die doet het niet. Kijk mensen. Hier kom je omhoog. Kijk nou. Alles waar ik ooit van gedroomd heb. Dit is toch fantastisch. Plantenbak, gieter. Dat ook zo een beetje groot moet ik zeggen. Daar komt een parasol. En hier kan ik heerlijk zitten. Dit licht is omhoog geschoven. Dat is niet de bedoeling. Dit is licht in de plantenbak en zit licht in, bij die plant. Besef hoe lekker dit is mensen. En dan kijk je zo hier. Ik zal je even vertellen hoe het allemaal gegaan is. Kijk. Dit vind ik ideaal. Dit is heel bam. Kijk, kan je opladen. Hoppakee, en dicht. Je moet hem wel dicht doen, want als je hem niet dicht doet, dan komt er allemaal water in. En dat kan stroom op zich niet zo heel goed tegen. Zie je dit? Ook ideaal. Kan je een eigen vuurtje maken. En het is lekker warm. En zit ik hier zo lekker. Goed, zoals jullie weten, was er dus een beetje gezeik over of ik een dakterras mag of niet. Want de gemeente zei, weet je... Prima. En de VVE, dus zeg maar alle mensen in dit gebouw, hadden in principe ook gezegd prima. Maar toen was het toch ineens dat iedereen zei van nee, we willen het niet. Ze wilden het niet omdat ze bang waren dat ik feestje zou geven. Nou, ik zal je even laten zien. Ik zit hier. En dan kan hier in principe nog iemand zitten en daar iemand en dan daar misschien twee. Dus dan ben je met vijf man. Dat wordt ten eerste een te gek feest. Nee, het is hartstikke klein en hartstikke schattig, maar precies lekker. Omdat precies als het zonnetje schijnt, kan ik lekker hier op het terrasje zitten. Maar goed, zij dachten, we gaan feestje geven, hoor, dat willen we niet. Kregen ze die vergunning en toen konden zij ze in bezwaar gaan. Al die buren gingen in bezwaar. Ja, echt. Ik zweer het je. Alle buren hier die gingen bezwaar. Voor mij gingen 20 mensen in bezwaar of zo. 20 mensen zeiden van hij mag geen dakterras. Nou, dan zit je wel even in de mut, hè? Dan zit je echt even in de mut. Weet je wat bizar was, mensen? Buren zelf hebben echt een typisch groot dakterras. Mijn dakterras is volgens mij 9 of 10 vierkante meter. Ze hebben zelf een dakterras van 50 vierkante meter. Dan ga je zeuren over een dakterras van 10 vierkante meter, terwijl je zelf zo'n dakterras hebt. Ik was bij die persoon langs geweest. Dit is echt een mooi verhaal. Ik was bij die persoon langs geweest toen ik nog in Roon woonde. Ik weet niet of ik dit vertelde, boy. Het is wel geinig. Ik was langs gaat de woning nog in Roon en ik moest dus naar Amsterdam. Het is wel gewoon echt. Uur 10, uur 20 moet rijden. Dus ik kwam hier aan omdat ik even langs wilde gaan met diegene met dat mega dakterras van... Yo, wat is het probleem? Waarom ga je bezwaar maken tegen mijn dakterras? Want je hebt zelf een enorm dakterras. Dus ik uur 20 gereden, kom ik hier aan. Ik aanbellen, doet hij open. Ik zeg van, yo, hi, ik ben nieuw bewoner vandaar. Ik wil gaan dakterras, maar ik hoor dat jullie bezwaar hebben. Waarom? Toen zei die vent... Ja, het is wel genoeg zo met die dakterrassen. Dus ik was van... Zeg ik van, hè? Zeg ik van, ja, wij hebben zelf een dakterras en we vinden dat er nu wel genoeg dakterrassen zijn. Dat zei die.
dat kan toch niet? Dat is toch ongelooflijk? Nou, in ieder geval, toen zijn al die bezwaren ingediend. En die kregen ze ook allemaal thuis, dus kon ik zien waar ze dan bezwaar tegen maakten. Nou, allemaal dingen. Dus ik, advocaatje. Ja, met een advocaatje natuurlijk, want zelf weet ik er natuurlijk niks van. Ik hoorde maar niks van de gemeente. En op een gegeven moment dacht ik, ja luister, dit kan echt nog een jaar duren. Ik ga gewoon bouwen. Dus ik dakterras gebouwd. Nou jongen. Ja, daar werd niet vrolijk op gereageerd. Laten we daarop houden. En ik moet zeggen, dat snap ik ook wel. Op het moment dat je bezwaar maakt tegen een dakterras en er is nog geen uitspraak over en iemand gaat toch een dakterras bouwen, ik mocht hem wel bouwen in principe, want ik had de vergunning, dan snap ik dat daar geen, dat niet meer gejuich op dat vak. Echt dat buren, de mensen die beneden stonden en alles naar boven aan het halen waren met de hijskraan, buren die mensen uitschelden. Op een gegeven moment zei iemand, dit is een bizar verhaal, die gasten die mijn dakterras gingen bouwen stonden beneden. Toen kwam er een buurman naar buiten gelopen en die zei van, ja, wat zijn jullie aan het doen? En toen van, nou ja, wij doen gewoon ons werk, we bouwen een dakterras. Ja, maar dat mag helemaal niet, bla bla. En toen zei hij nog eens, ja, we doen gewoon ons werk. En toen zei hij tegen die mensen die dus dakterras maakten, ja, dat zeiden de nazi's ook. What the fuck? Toen werd er dus bij mij aangebeld. Dit is ook zo bizar. Er zijn zoveel bizarre dingen gebeurd. Toen waren ze alles naar boven aan het tillen. Die buurman liet er boos naar boven. Belde bij mij aan. Helemaal trillend. Ik zei die van, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, ik ga dakterras bouwen, want het mag. Zei, ja, maar dat is niet netjes, bla bla. Ik ga nu de politie erbij halen. Ik van, ja, oké. Dus toen zouden de politie bijhalen, is natuurlijk niet gebeurd. Daarna ben ik die buurman trouwens nog tegengekomen. Toen heeft hij heel netjes excuses aangeboden. Nou, dat vind ik dan wel weer netjes. Toen zei hij trouwens ook dat hij even mij op had gezocht. En toen zag je ook het nummer, je blik richting mij. Dat hij dat heel leuk vond en dat het hem speet. En heeft hij ook nog excuses aangeboden tegen de mensen die dakterras maakten. Dus dan heb je het, vind ik, nou, ondanks dat die opmerkingen je niet helemaal kan maken. Maar dat je daar voor uitkomt en je excuses aanbiedt. Dan krijg je van mij een duimpje, man. Toen hebben we dus die zaak gehad over dus het dakterras van of ik het dus wel of niet mocht houden. En dat duurt inmiddels al maanden en ik heb nog steeds geen uitslag, maar ondertussen lig ik wel lekker op mijn dakterras. Maar het zou dus nog steeds, ik acht de kans heel klein, het zou dus nog steeds kunnen dat over 2 maanden ik deze bericht krijg van je mag geen dakterras, je moet het afbreken. En dan moet ik dus dit allemaal weghalen. Dus, de vraag is, heb ik een risico genomen? Dat antwoord is absoluut ja. Maar ik heb nu wel deze zomer dat ik elke dag lekker op mijn dakterras ga zitten. Dan kan je het ook weer bekijken. Nee, ik ben echt blij mee. Dit is dus lekker warm en je kan hier marshmallows op maken. Dat is wel fantastisch. Ja, als je ook heel goed luistert, Oh ja, 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 hoor je dat? Ja, dat is echt een leuk grap. Zoals jullie weten is deze box echt mijn favoriete ding in het huis, maar hij doet het niet. Het is echt f***ing irritant, maar hij werkt gewoon niet. Hij linkt gewoon niet. Dat is toch irritant, jongen. Daar heb ik helemaal krankjongen van. Ik wilde eigenlijk dit laten horen. Dat wilde ik eigenlijk dus laten horen op de boxen, maar dat kan dus niet. Ik weet ook niet of jullie dat kennen ofzo. In ieder geval, mijn huis is nu zo goed als af. Kunst, hier moet nog een tafel komen. Beneden nog een kast. En dan nog een kast. En dat is het eigenlijk. Dat is toch wel vet geworden, hè? Op basis van wat het eerst was. En dan ga ik hier denk ik nog een jaar wonen en dan ga ik weg. Want het is hier mij veel te druk in Amsterdam. Sorry. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Groen!